Vandaag in het RTV Nieuws. Plannen voor voormalig vliegveld Valkenburg gepresenteerd. En in Rijnsburg opent binnenkort een nieuw rouwcentrum. Dit en meer in het RTV Nieuws van maandag 26 november. Welkom. Op 1 januari aanstaande zal er geen officiële Katwijkse nieuwjaarsduik plaatsvinden. De organisatie kon de opzet van dit steeds groter groeiende evenement niet meer rondkrijgen. Na 8 jaar komt er dan ook een einde aan de Katwijkse nieuwjaarsduik. Zaterdag 1 januari 2005. Dat was de dag dat de Katwijkse nieuwjaarsduik voor het eerst plaatsvond. Met een kleine 300 deelnemers en groene legertenten was dit een bescheiden, maar goede start van de nieuwjaarsduik. Het aantal deelnemers nam in de loop van de jaren toe tot ongeveer 1000 en de nieuwjaarsduik in Katwijk groeide uit tot een regionaal evenement met landelijke bekendheid. Een evenement van dergelijke omvang dient te voldoen aan verschillende eisen. Als organisatie willen zij professionaliteit uitstralen en hun gasten niets tekort laten komen. Met ruim 1000 deelnemers is dat best een opgave, aldus de organisatie. Op donderdag 22 november is het masterplan locatie Valkenburg gepresenteerd. Of anders gezegd, de bouwplannen voor het voormalig vliegveld Valkenburg zijn klaar. Na 70 jaar afgesloten te zijn geweest, gaat de poort open. Op deze unieke plek aan de duinen gaan natuur, historie en dromen de basis vormen voor een prachtige woonlocatie. Goed bereikbaar, energie-neutraal, woningen voor een breed publiek en zoveel mogelijk behoud van markante gebouwen. Dit zijn enkele kernpunten van het masterplan locatie Valkenburg. Alhoewel het masterplan in concept gereed is, wil dat niet zeggen dat er ook al complete bouwplannen zijn. Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor woongroepen, ouderen, gezinnen of individuen. Voor al deze groepen is er de vrijheid en keuze om de woon- en werkplek naar eigen identiteit in te richten. De hoofdstructuren, zoals de wegen en groenvoorzieningen, liggen wel vast. Want zonder goede wegen of openbaar vervoer kan er niet worden gebouwd. De landingsbanen gaan een belangrijke rol spelen in het bouwplan. Nou, de landingsbanen die spelen een hele grote rol. De lange landingsbaan die wordt veranderd in een zogenaamde Orionplas. Dat is een heel belangrijk kenmerk voor het hele gebied. Komt ongeveer voor 30 hectare komt er water in op vliegveld Valkenburg. En de korte landingsbaan die blijft gedeeltelijk in stand. Die heet als het ware het gebied rondom de korte landingsbaan heet de centrale as. En daarbij die centrale as. Dat is eigenlijk het hart van het gebied waar allerlei voorzieningen komen, maatschappelijke voorzieningen, theater, cultuur, allerlei voorzieningen op medisch gebied, een kerk en dergelijke. In het masterplan zijn een aantal woonbuurten uitgewerkt. Zo is er bijvoorbeeld de Centrale As. Dit is het centrum van de wijk en biedt nieuwe bewoners en bewoners van bestaand Valkenburg bijzondere openbare ruimtes, winkels en veel woningen. Daarnaast is er ook nog ruimte voor scholen, een gezondheidscentrum en kinderopvang. Het Bos- en Havenkwartier is een interessante buurt als je watersportliefhebber bent. Er komt een haven voor kleine zeilboten en sloepen en via de Wassenaarse Watering kun je richting de Kagerplassen varen of in je sloep richting de boulevard van Katwijk. Er komt ook nog een zogenaamd werkpark. Dit werkpark, dat aan beide kanten van de N206 wordt gebouwd, is qua bedrijvigheid gerelateerd aan het Bioscience Park Leiden. Om de werknemers of gasten van de internationale bedrijven te huisvesten, is er ook ruimte voor een hotel- of studentenhuisvesting. De reeds bestaande Mient Kooltuin vormt de overgangszone tussen de wijk en de duinen. De reeds bestaande sportvoorzieningen krijgen een flinke uitbreiding en de historische gebouwen van het voormalige vliegveld Valkenburg krijgen een passende bestemming. De locatie Valkenburg wil de eerste energie-neutrale woonwijk van Nederland worden, waar bewoners tegen lagere energielasten toch comfortabel kunnen wonen. Ja, inderdaad. Een energie-neutrale wijk in Nederland, dat is nu al een jaar onderzocht door ongeveer 14 bedrijven, vooraanstaande bedrijven in Nederland. En het is inderdaad mogelijk. Het zou het eerste energie-neutrale wijk zijn van heel Nederland. En dat gaan we realiseren door middel van windenergie eventueel en zonne-energie en warmte-koude opslag. Maar de verhouding tussen windenergie en zonne-energie, daar is nog natuurlijk geen beslissing over genomen. Is dat nog in onderzoek?
Ja, dat is inderdaad nog in onderzoek. Het is de bedoeling dus dat het echt het eerste gebied wordt. Dat is een heidens karwei om dat gebied energie-neutraal te gaan maken. Maar we hebben het laten berekenen en het is daadwerkelijk mogelijk. Tot 31 december 2012 krijgt u de gelegenheid om op de plannen te reageren. Na afloop van de reactieperiode worden alle reacties bekeken of ze een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het masterplan. Het definitieve masterplan moet in de zomer van 2013 vastgesteld zijn, waarna het bestemmingsplan in 2013-2014 vastgesteld wordt. Over 5 jaar moet dan de eerste woning worden opgeleverd. En al iets eerder, namelijk op 8 december aanstaande, kunt u het masterplan locatie Valkenburg bekijken tijdens een informatiemarkt op het vliegveld. Het vliegveld Valkenburg is dan tussen 1 uur en 5 uur 's middags open voor het publiek. Zo kunt u een bustour maken over het vliegveld om een beeld te krijgen hoe het vliegveld eruit ziet. En weer was er een feestelijke opening in onze gemeente. En wel in Valkenburg, want daar werd de nieuwe brug in gebruik genomen. Vaarwater beloofd, vaarwater gekregen. Nu genieten, want aan de bouwers heeft het hem zeker niet gelegen. Dames en heren, we staan hier op de brug van de Jochtlaan. En nou moet u weten hoe vaak daar in de gemeenteraad wel niet over gesproken is en hoe lang dat wel niet geduurd heeft. Voor de mensen die hier in de omtrek wonen, ja, ik denk dat u het goed heeft. 7 jaar heeft dat geduurd. En ik ben heel erg blij dat de brug er nu ligt. En ik denk u ook. We gaan straks de brug openen. En ik zie al iemand op een heel klein fietsje. Nee, het startsein is nog niet gegeven, want ik doe ook mee. En aan alles wat ik, waar ik aan meedoe, wil ik graag winnen. Dus ik ga toch proberen om te winnen. 2,5. 3! Hey! Helemaal naar het einde! Ik dood, laat het niet winnen! Heeft hij toch gewonnen? Wat vindt u ervan? Vindt u van de brug? Nou, dat is een heel mooie brug. Ja, er zijn wel wat wijzer op geworden hier. Hoe blij bent u met de brug? Ontzettend blij. Ja. Ja. Hoe lang heeft u erop moeten wachten? 6 jaar. 6 jaar geduurd, dus mag wel een keer. Ja. En u woont hier vlak in de buurt, om de hoek? Ja, klopt. Want daar weer erop. Ja, en toen de brug stond, bent u meteen onderdoor gegaan? Nee, ik moest toevallig vandaag hier wezen. Ik moest een bootje wegbrengen, toevallig ben ik hier ook. Ja, ideaal dus. Absoluut. Zoals het hoort, zoals het oorspronkelijk beloofd is. Inderdaad, ja. Nou, we gaan even kijken hoe jullie onder de brug doorgaan. Goed. Ja, prima. Nou, 7 jaar later, eindelijk hier de opening vandaag. Waarom heeft het zo lang moeten duren? Nou, dat heeft verschillende factoren. Allereerst was het, en dat was ook een fout van de gemeente, was het verkeerd opgetekend op de kaart. Als wij de watergang hadden willen leggen conform de kaart, dan hadden we hem schuin aan moeten leggen. En ja, dat is natuurlijk geen gezicht, want dan hadden we het hele wegprofiel moeten veranderen. Dus hij lag verkeerd op de kaart en dat heeft onder andere heel veel aanpassingen gekost. Want de bewoners, neem aan dat de bewoners echt wel graag deze brug wilden. En ik denk dat u het beste kunt vertellen waarom de bewoners deze brug hier per se wilden hebben. Nou, we staan hier op een punt wat water verbindt. En hiervoor, toen de brug er nog niet lag, lag er een duiker. Nou, en dat betekent dat het gewoon een weg was waar water onderdoor stroomde als het ware. Maar de mensen die hier achter deze prachtige wijk in Jochtlust... die hebben het onder andere ook gekocht om bijvoorbeeld met een bootje te kunnen varen. En dat was 7 jaar lang niet mogelijk. En nu eindelijk is het dan zover. En door allerlei problemen, u noemde een paar dingen, maar dat, je zou kunnen zeggen dat duurt geen 7 jaar. Nou, de problemen stapelden op elkaar, om dat zo te zeggen. Wat begon met een foute tekening, betekende in de praktijk dat we niet alle grond in eigendom hadden. Moesten we ook nog verwerven. Het betekende ook dat de grond waar we het moesten leggen, dat we die ook hebben moeten afvoeren, omdat daar vervuiling in zat. Nou, allemaal op elkaar gestapeld. En ook nog eens een keertje met betrekking tot de financiën wat extra geld kostte. Al die problemen bij elkaar heeft het 7 jaar geduurd. En
Ja, ik zei net ook in mijn speech, als we over elk project zo lang gaan doen en als iedereen in Nederland over een dergelijke eenvoudige brug 7 jaar doet, dan gaat het natuurlijk niet goed. Dus laat ik zo zeggen, dit is niet wat ze zeggen, dit verdient de schoonheidsprijs. Geen schoolvoorbeeld. Geen schoolvoorbeeld, maar laten we vooral vandaag gewoon blij zijn dat hij er nu eindelijk ligt. Ja, precies. Het is gewoon een zware bevalling geweest, maar wel een mooi kindje. Een olifantendracht. De nieuwe vervoerder Arriva blijft de gemoederen bezighouden, want in de commissie Ruimte zijn vorige maand 2 alternatieven ingediend om per uur meer bussen te laten rijden in Rijnsburg en Valkenburg. Het college heeft deze alternatieven opgepakt en aan vervoersmaatschappij Arriva gevraagd dit te onderzoeken. Reizigersorganisatie Rover heeft voorgesteld om een stadslijn te maken vanaf de splitsing in Rijnsburg, om vervolgens door Rijnsburg, Katwijk aan de Rijn, een stukje Katwijk aan Zee, de Zanderij, Katwijk aan de Rijn en via Valkenburg naar het Transferium te rijden. Om deze stadslijn te laten rijden vervallen dan de lijnen 37 en 38. Dit voorstel van Rover levert voor Rijnsburg en Valkenburg overdag 2 bussen per uur op. In de nieuwe dienstregeling is dat 1 bus per uur. Het CDA is voorgesteld om 1 van de lijnen die van Noordwijk via de Brouwerstraat naar Leiden gaat te verleggen en vanaf Noordwijk via de N206, de Molentuinweg-Zandlaan, via Rijnsburg naar Leiden te laten rijden. Dit voorstel levert voor Valkenburg 2 bussen per uur op en in Rijnsburg gaan dan 4 bussen per uur rijden. Voor beide voorstellen geldt overigens dat er dan op andere locaties in Katwijk offers moeten worden gebracht. Arriva heeft inmiddels laten weten beide voorstellen uit te werken en te beoordelen, maar dat deze voorstellen niet meer in de nieuwe dienstregeling verwerkt kunnen worden. Het heeft even geduurd, maar Rijnsburg krijgt een nieuw rouwcentrum. Het pand van Vereniging de Laatste Eer aan de Oude Vlietweg wordt binnenkort verruild voor een totaal nieuw en groter onderkomen in de wijk Kleipetten. Het rouwcentrum van de Laatste Eer was tot nu toe gevestigd aan de Oude Vlietweg, maar werd veel te klein en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw was dan ook hard nodig en na 10 jaar van overleg en plannen maken kon men uiteindelijk met de bouw beginnen. De bouw is vorig jaar december gestart, dus een krappe 11 maanden. Het knopje luidt. Wanneer horen de inwoners van Rijnsburg het luiden straks? Het luiden wordt gedaan op het moment dat de familie naar de begraafplaats gaat om hun overleden te gaan begraven. Een grote vooruitgang is de grote aula en condolianceruimte. We zijn uit de ontvangsthal gekomen, zijn we zo de ontvangstkamer binnengelopen. Hier worden condolences gehouden en nu achter mij is de aula. De aula met 95 zitplaatsen. Wat is hier nou zo bijzonder aan deze aula? Het is nieuw. De modernste materialen zijn gebruikt. Als we een uitvaart hebben, kunnen mensen die internet hebben, die kunnen meekijken met de dienst. Op de kattenvalk wordt de kist gezet en die blijft ook constant in beeld. We hebben een nieuw orgel aangeschaft met prachtig geluid. We hebben de katheder erop aangepast. Al het meubilair is gewoon heel mooi. En we zijn erop vooruit gegaan natuurlijk, want op de Oude Vlietweg waar we zaten, overigens met heel veel plezier, was het dusdanig verouderd, maar ook zo klein dat we hier veel meer mensen alles kunnen bieden wat een uitvaart tegenwoordig behoeft. 95 plaatsen, maar stel dat er meer plaatsen nodig zijn, is dat dan ook mogelijk? Nou, onze styliste die is daar heel inventief mee bezig geweest. Als u ziet aan de kant zijn er een aantal banken, daar kan je tegen leunen. Dit is de condolianceruimte, hoe gaat het in zijn werk? Nou, wij ontvangen dus de familie, die nemen hier plaats. De mensen komen vanuit de hal komen ze binnen, die lopen zo rond de schuifwand, waarschijnlijk zal de schuifwand dan wel dicht zitten. En dan komen ze hier de familie condoleren. Van daaruit kunnen ze kiezen of ze gaan hier rechts, gaan ze de opbaarruimte in om afscheid te nemen van de overledene. Of men loopt door om een kopje koffie te gebruiken of naar huis terug te gaan. Dit is dus de opbaarruimte die gebruikt wordt bij condolences. Wat is er zo bijzonder aan? Nou, kijk om je heen. Dan heb je zelf het antwoord al gevonden. Mooie kleuren zijn er gebruikt. De overledene kan in een mooie ambiance hier staan.
We kunnen daar een foto van de overledene neerzetten. Mooie lichten kunnen we dimmen. We kunnen, als dat gewild wordt, een cd draaien, lievelingsmuziek van de overledene. Dit zal alles in gepaste sfeer, kan men afscheid nemen. Waar dient deze ruimte voor? Nu zijn we in de familiekamer. Deze familiekamer die grenst aan de opbaarruimte waar we net geweest zijn. De familiekamer is eigenlijk bedoeld voor de echte naaste familie. Die nemen hier even plaats op de dag van de uitvaart, voorafgaand aan de dienst. Vaak komt er nog een voorganger bij, die doet soms een gebed of stelt de familieleden even op hun gemak of spreekt zomaar iets door. Maar dit is echt in een hele kleine setting, kunnen ze hier even tot zichzelf komen voordat de dienst gaat beginnen. In het nieuwe rouwcentrum zijn nu ook 24 uurskamers ingericht. Zoals je ziet gaat dit een huiskamer vervangen als het ware. Veel mensen die willen hun overledenen thuis opbaren, maar niet ieder huis is daarvoor geschikt. Daarvoor hebben wij wat wij zelf noemen een 24-uurskamer. Een kamer waar je 24 uur als familie terecht kan. Men krijgt een sleutel, daar wordt de overledene opgebaard. Daaronder zit een koeling waarin de overledene koel gehouden wordt. Merk je helemaal niets van, want het is geruisloos. Daar is een zitje waar men eens makkelijk kan zitten. Daar is een grote tafel met vier stoelen waar je je kaarten bijvoorbeeld kan schrijven of zomaar wat lezen. Er is een televisietoestel geplaatst. Je kan er gewoon televisie kijken, je kan er wat lezen. Je kan er koffie zetten, je kan er thee zetten. Hier is een toilet ingebouwd, dus eigenlijk heb je hier alles wat je nodig hebt als je heel graag 24 uur bij de overledene zou willen zijn. Is er ook internet? Er is internet, inderdaad. Want veel wordt met internet gedaan. Ook adressen opzoeken bijvoorbeeld. Is dat ook gewoon een must. En daar is aan gedacht, inderdaad. En hoeveel kamers hebben jullie hier? Wij hebben twee ingerichte 24-uurskamers. En de familiekamer die ik net heb laten zien, kan ook ingericht worden als 24-uurskamers. Maar omdat het nieuw is, ook voor ons, weten wij niet hoe vaak men zo'n kamer zal gaan gebruiken. Dus we gaan zo'n kamer inrichten op een moment dat er gewoon heel veel vraag naar is. De officiële opening is op zaterdag 19 januari door burgemeester Wienen. Op diezelfde dag is het open huis en kunt u zelf een kijkje nemen in het nieuwe rouwcentrum van de laatste eer dat gevestigd is aan de Kamerling-Onnestraat in de wijk Kleipetten. En tot zover het nieuws van deze week. Meer nieuws kunt u vinden op nieuws.rtvkatwijk.nl en aanstaande zaterdag bij de radio in Nieuwsmagazine van 10 tot 12. Wij zijn er weer in december en wel op de derde. Fijne week!